Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft het bestuur van het regionaal ziekenhuis Wanica geïnstalleerd. De installatie van het bestuur vond afgelopen dinsdag plaats op het ministerie. De bewindsman zegt dat dit ziekenhuis een van de belangrijke instellingen is die president Desi Bouterse gerealiseerd wil zien. Het ziekenhuis is gebouwd met donatiemiddelen van China. Het ligt in de bedoeling om tussen maart en april van 2020 het ziekenhuis in gebruik te nemen. De voorzitter van dit bestuur, Rudrakant Umrao, heeft namens het bestuur de volledige ondersteuning toegezegd om het ziekenhuis in goede banen te leiden en beloofde dat het vertrouwen gesteld is in dit bestuur niet zal worden beschaamd, meldt het NII in een persbericht.